Wat moet ik thuis, dik tien? In lichte kamer, jas, plat voor tv rond tien. Ik ga toch nooit voor middernacht naar bed. En er is zelden op tv iets naar mijn smaak te zien. Wat doe ik thuis, dik tien? Onder het schuim in bad met mijn ogen dicht. Of met een weekblad waarin heel precies te lezen staat welk probleem er ligt. Ik loop veel liever nog wat rond op straat, ook al snap ik wel dat dit ook voor mijn onrust staat. Gewoon nog even door de stad zo laat, want neem nou dat ook jij toevallig stappen gaat. Het klinkt een beetje explosief, misschien is al knetteren. Het is een stukje van de hemel zien. Wat moet ik thuis, dik tien? Moet ik dan echt naar bed en naar de sportshow zien? Ik ben geen partner voor de eenzaamheid, maar ik voel haar koude adem in mijn nek, dik tien. Want zeg nou zelf, dik tien, moet ik mijn bange hart niet dringend achterna. Langs heen de blikken van de onderbuur, die niet begrijpt waarom ik nog zo laat de stad in ga. Ik loop veel liever nog wat rond op straat, ook al snap ik wel dat dit ook voor mijn onrust staat. Gewoon nog even door de stad zo laat, want neem nou dat ook jij toevallig stappen. Explosief misschien, het zal knetteren, maar onder het zal allemaal dien. Dan rijm ik alles krek op jouw tien. Ik laat je heel beslist een stukje van de hemel zien. Ik laat je heen.